Hallo allemaal, mijn naam is Dave Luza. Volgende week ga ik naar de UK Games Expo, een hele grote spellenbeurs in Engeland, in Birmingham. En ik wil jullie in dit filmpje laten zien welke spellen wat mij betreft interessant zijn. Ik heb een lijstje gemaakt, er staan er een stuk of 6 op, met spellen die dus nieuw uitkomen tijdens die beurs. Er zijn ook een hoop spellen die je daar kunt uitproberen, maar nog niet kunt kopen. Daar maak ik een apart filmpje van. Dus dan kun je daar vast naar zoeken straks als je klaar bent met kijken onderin de beschrijving van dit filmpje. Goed, je kunt mij volgen op Facebook, op Twitter, op ja, Instagram, niet echt eigenlijk, YouTube, zodat je op de hoogte bent van wat ik allemaal doe daar. Er komt een episch potje Cosmic Encounter aan met iedereen die van de Dice Tower aanwezig is tijdens de Games Expo. Dus daar kijk ik in ieder geval ook al heel erg naar uit. En misschien jullie ook wel. Goed, lijstje nieuwe spellen. Op 1, wat mij betreft, Berenpark. Phil Walker Harding, een spellesmaker die verschillende coole, goede spellen gemaakt heeft. In het verleden heeft een nieuw spel, Berenpark. Het is wat mij betreft een kruising tussen Tetris en Zuloretto. Of in het Nederlands Burgers Zoo. Erg leuk spel. En hij heeft hier dus inderdaad een park moet je maken waarbij verschillende beren een plekje moeten krijgen. Je hebt Tetris-vormen die je erin moet leggen. Het ziet er heel erg leuk uit en heel erg interessant. Dus ik ben benieuwd. Berenpark. Ander spel waar ik heel erg naar uitkijk is Pocket Mars. Mars is natuurlijk een heel hot thema op dit moment. Er zijn afgelopen jaar zeker 5 spellen uitgekomen waar Mars een onderwerp was. En dit spel speelt wat korter. Het zou, als het goed is, binnen een half uur te spelen moeten zijn. Ik moet het altijd nog zien. Vooral ook omdat het best een pittig spel zou moeten zijn. Je kunt verschillende actiekaarten uitspelen. Maar dan kun je er nog voor kiezen van waar wil je die kaarten spelen. Wil je ze uit je hand spelen of leg je ze eerst voor je neer. Zodat ze daarna een andere betekenis hebben als je ze van voor jou het spel inbrengt. Dus iets waar ik heel erg naar uitkijk. Pocket Mars. Volgend spel, ook een familiespel. Ik weet niet goed of het nou Century heet of Century Spice Road. Uiteindelijk gaat het erom dat je een kruidenhandelaar bent in Century Spice Road. Je wilt verschillende handelaren hun kruiden geven en daar krijg je natuurlijk punten voor. Maar je kunt ook proberen door slim te handelen meer kruiden hebben, zodat je later misschien rijkere handelaren hun wensen kunt vervullen, zodat je grotere punten krijgt. Het ziet er heel erg mooi uit. Het heeft zelfs kleine balletjes waarin je de kruiden kunt bewaren. Bakjes hebben ze nu dus al in de doos gedaan. En metalen muntjes zelfs. Dus het ziet er allemaal geweldig uit. Ik ben heel erg benieuwd. Volgens mij een leuk familiespel. Makkelijk te begrijpen, snel te spelen. Dus Century Spice Road. Volgend spel heeft te maken met bijen. Het heet NIMBY. En NIMBY is een spel waarin je inderdaad een bijenvolkje bent en je probeert zo snel mogelijk of zo langzaam mogelijk punten te maken. En snel of langzaam hangt er precies vanaf wat er in deze ronde gevraagd wordt. Het ziet er allemaal heel mooi en heel schattig uit. Ik heb zelfs gezien dat er al een nog mooiere doos te koop is van een ander bedrijf dat dan weer mooie dozen maakt voor spellen. Het kan tegenwoordig allemaal. Dus een spel waar ik naar uitkijk, NIMBY. Maar bovenaan mijn lijstje staat de uitbreiding van Between Two Cities. Between Two Cities Capitals van Stonemaier Games. Between Two Cities is een spel waarin je met de mensen aan tafel huizen of steden bouwt. Maar je bouwt ze niet voor jezelf. Nee, je bouwt een stad met jouw rechter en met jouw linkerbuurman. En je krijgt punten uiteindelijk voor de stad die het slechtst is. Dus je wil ze eigenlijk allebei even goed laten zijn. Je gaat niet denken, oh, we maken hier een hele mooie stad en dat is mijn slechte. Nee, ze moeten allebei mee omhoog. En dat maakt dit een heel erg leuk en interessant spel. Vooral ook omdat er nieuwe gebouwen zijn die jouw stad dan kunnen volmaken. En wat mij heel erg interessant lijkt, speelmatten waarin je stad moet gaan bouwen. En dan ineens, oh, er ligt een rivier. Nou, dan moet je dus om je rivier heen gaan bouwen. En dat heeft natuurlijk weer grote gevolgen. Spel dus waar ik heel erg naar uitkijk. Van Stonemaier Games, Between Two Cities, Capitals. Alweer het laatste spel waar ik het over wil hebben, heet Perfect Crime. En in Perfect Crime ben je ofwel de bankdirecteur die probeert de bank te beschermen, of je bent een bende dieven die probeert de bank te beroven.
Natuurlijk gaat er heel wat planning vooraf aan een goede bankroof, want die wil natuurlijk niet gepakt worden. En dat heeft tijd nodig. Maar terwijl je daarmee bezig bent, is de bank bezig met zichzelf te beveiligen. En dat maakt precies dit spel zo interessant. Sowieso, er zijn dus twee verschillende partijen die een heel ander doel hebben in het spel. De een is bezig met beveiligen en de ander is bezig met dingen regelen. Zorgen dat er mannetjes zijn, dat je alvast even een mannetje naar binnen stuurt. Die gaat kijken waar hangen de camera's en hoe ziet het er allemaal uit. Dus asynchroon spelen. En dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een afspraak met de designers. Dus daar hoor je meer van. Perfect Crime. Dat is alweer het laatste spel waar ik het over wilde hebben. Mijn lijstje is klaar. Ik ga er binnenkort heen. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb een lege koffer meegenomen, dus ik kan een hoop spellen mee terugnemen. Mocht ik een spel gemist hebben waarvan je denkt, jongen, ga er echt even langs, laat het mij weten. Dan zal ik daar ook weer foto's van maken en op Twitter en op Facebook zetten. En een filmpje maken, zodat ik niks mis en jullie ook niks missen. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Dave Luza. Volg mij op Facebook, volg mij op Twitter en vooral op YouTube. Ik maak heel veel liedjes over bordspellen. Misschien zit er iets leuks of interessants bij. Groeten.